De winter is begonnen. Steeds meer mensen vertonen verkoudheidssymptomen. Hoesten, loopneus, koorts, hoofdpijn. De eerste vraag die je in deze coronatijden dan stelt is of het om een onschadelijke verkoudheid gaat, dan wel over een beginnende COVID-19. Om het virus te ontmaskeren moet je naar een testcentrum gaan om een COVID-test te laten doen. Maar het duurt minstens 24 uur vooraleer je het resultaat kent. Waarom duurt het zo lang? Wat gebeurt er achter de schermen? En wat met de snel-antigeentest? Wat is dat eigenlijk? Wij proberen deze vragen te beantwoorden en het verschil tussen de Gouden Standaard PCR en de snel-antigeentest uit te leggen. Maar laten wij beginnen bij het begin. Ons lichaam bestaat uit cellen. Dat zijn als het ware kleine steden met in het midden een stadsbestuur. Daar slaan we onze unieke genetische code op, DNA, een commandoregel die alles in ons leven bepaalt, van hoe we eruit zien tot hoe we op een infectie, zoals een virus, reageren. DNA verlaat het commandocentrum nooit, maar de bevelen worden gekopieerd door boodschappers, RNA genaamd, die naar buiten kunnen gaan en de commando's doorgeven aan uitvoerende structuren. Natuurlijk beschikken onze cellen over specifieke mogelijkheden om voor het DNA te zorgen, om zich te vermenigvuldigen of om te herstellen. Virussen daarentegen zijn heel bijzondere wezens. Net als wij hebben ze hun unieke genetische code, die DNA kan zijn, of, zoals in het geval van COVID-19, een RNA-boodschapper. Deze code is ingesloten in een beschermende capsule. Het enige levensdoel van het virus is zijn genetisch materiaal te vermenigvuldigen, het in een nieuwe capsule te stoppen en het weg te sturen om de cyclus opnieuw op te starten. Maar virussen hebben de middelen niet om hun genetisch materiaal te kopiëren of om nieuwe capsules te maken. Dus wat doen virussen? Ze vallen onze cellen binnen en kapen onze faciliteiten om ze te laten werken voor hun vermenigvuldiging. Wanneer talloze nieuwe kleine aliens de cel verlaten, laten ze de vernietigde cel achter en komt ons afweersysteem in actie. Eigenlijk zijn vervelende verkoudheidssymptomen, zoals koorts en hoofdpijn, de afweerreactie van ons lichaam. Dus als je verkoudheidssymptomen vertoont, word je hoogstwaarschijnlijk doorverwezen naar het COVID-19 testcentrum, waar een verpleegster een staal zal nemen via een neusswap. Daarna moet het staal naar het labo worden vervoerd. Eenmaal ter plaatse zal een laborant het staal liseren en er RNA uit vissen. Dan moet de originele DNA-code opnieuw worden samengesteld of gereconstrueerd. Zodra wij dubbelstrengig DNA hebben geïsoleerd, kunnen wij met de polymerase-kettingreactie, ofwel PCR, beginnen. Wat er daar gebeurt, is dat wij eerst de twee DNA-strengen uit elkaar moeten halen. En daarna voegen wij kleine, zelfgemaakte DNA-stukjes toe die identiek zijn aan het virus-eigen genetische code. Die stukjes verbinden zich met het DNA van de virus en werken als een startpunt om het DNA te kopiëren. Aan het einde van de cyclus hebben wij in plaats van één, twee identieke DNA-stukjes. Dan herhalen wij de cyclus opnieuw. Waarna we vier DNA-stukjes hebben en herhalen dit opnieuw en opnieuw, ongeveer een dertigtal keren, zodat wij zeer veel DNA kunnen aanmaken. Om het te kunnen visualiseren, voegen wij er een speciale stof aan toe, die licht uitstraat als het met DNA verbonden is. Dus hoe meer DNA wij maken, hoe meer licht wij kunnen detecteren. Op die manier kunnen wij zeer kleine hoeveelheden viraal genetisch materiaal opsporen. Willen jullie misschien een kijkje nemen achter de schermen van het labo? Nu weet u wat er gebeurt met het testmonster. Maar hoe zit het met alternatieven? Een alternatief voor een PCR-test is een snelle antigeentest, die de aanwezigheid van kleine virusdeeltjes detecteert die we antigenen noemen. Maar wat is een antigeen nu precies? Om dit te begrijpen, laten we nog eens kijken naar het virus. Herinner je je nog dat het virus een capsule heeft om zijn genetische code te beschermen? Deze capsule is gemaakt van blokjes, die we antigenen noemen. Om ons tegen infecties te beschermen produceren cellen van ons afweersysteem speciale wapens, die antilichamen worden genoemd. Antilichamen zijn geprogrammeerd om specifieke antigenen van verschillende virussen of bacteriën te zoeken en te herkennen. Zoals stukjes van de coronaviruscapsule. Wanneer antilichamen die antigenen in ons lichaam vinden, binden ze de antigenen, waarschuwen ze het afweersysteem en proberen ze de infectie tegen te werken. Gelijkaardige antilichamen worden gebruikt in de sneltest. Nu, laten we kijken hoe zo'n snelle antigeentest in zijn werk gaat. Het eerste verschil met de PCR-test is dat het staal direct kan worden geanalyseerd. De teststrip bevat antilichamen die het coronavirusantigeen kunnen detecteren. De dokter pipetteert gewoon een druppel van het staal, waarin mogelijk het coronavirusantigeen zich bevindt, op de teststrip. Als er geen coronavirusantigenen in het staal aanwezig zijn, zullen de antilichamen zich aan niets kunnen vastbinden in het staal. Dus in dit geval zal er enkel één lijn verschijnen. En dit in de controlelijn. Deze controlelijn bevestigt ons dat de test goed is gelukt. Indien het staal coronavirusantigenen bevat, dan zullen de antilichamen deze antigenen vinden en ermee binden. En daardoor zal er zich een lijn ontwikkelen in de testlijn op de teststrip. En is die persoon dus positief voor het coronavirus? Om het nog eens samen te vatten: als men de test afneemt en er ontwikkelt zich maar één lijn. In de controlelijn betekent dit dat de test werkt en de persoon niet besmet is met het coronavirus. Maar indien er zich twee lijnen ontwikkelen, één lijn in de controlelijn, als ook één in de testlijn, betekent dit dat de test werkt en dat die persoon wel besmet is met het coronavirus. Al bij al duurt deze test 30 minuten. Nu we weten hoe de PCR- en antigeentests werken, laten we eens kijken hoe goed ze zijn in het detecteren van geïnfecteerde mensen. In deze grafiek zie je de tijd in weken vanaf het moment dat een persoon werd blootgesteld aan het virus tot het moment waarop de symptomen verschijnen en enkele weken daarna. In de eerste week na blootstelling, ook wel incubatietijd genoemd, hebben we heel weinig virussen. Dus is het erg moeilijk om het te detecteren. Op een bepaald moment begint het virus zich echter te vermenigvuldigen en neemt de kans om het te detecteren toe. Voor de antigeentest piekt het op het moment dat de symptomen verschijnen en een persoon het meest besmettelijk is. Maar binnen een week daalt het detectievermogen zeer snel. De PCR-test is gevoeliger en detecteert de virale lading beter. En langer, zelfs nadat de persoon als besmettelijk wordt beschouwd, waardoor de kans kleiner is dat geïnfecteerde mensen niet worden gedetecteerd, zelfs als ze geen symptomen vertonen. Om samen te vatten, blijft PCR-test nog altijd een houden standaard om het virus te detecteren, maar de antigeentest kan ook zeker een meerwaarde bieden. Terwijl de PCR-test zeer gevoelig is, kan de antigeentest snel en zonder veel technische expertise uitgevoerd worden. Desondanks de hoge doeltreffendheid van beide testen om het virus te ontmaskeren, blijven wij hopen dat wij binnen de kortste tijd geen van de testen nodig hebben en dat de coronapandemie snel voorbij is, zodat wij de volgende dag van de wetenschap gezellig samen kunnen vieren. Maar tot dan vragen wij jullie om handen te wassen, afstand te houden en jullie mondmaskers te dragen. En te genieten van de Dag van de Wetenschap 2020 vanuit de veiligheid van jullie huis. Daar.